Ik heb niet geslapen, la 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 la. Kijk nou, wat een onmenselijk tijdstip om op te staan. Er zijn twee redenen waarom ik niet heb geslapen. De eerste is, ik ging vet laat slapen om 2:30 en toen sliep ik net bijna. En toen hoorde ik een harde knal waardoor ik weer helemaal wakker schrok en eigenlijk ja, weer vol adrenaline zat. En toen keek ik dus op de klok. Toen was het dus 3:00. Toen dacht ik, ja, over een uurtje gaat mijn wekker. En toen was ik dus zo bang om te verslapen dat ik gewoon niet meer in slaap kon komen. Dus ik ben nu sinds 4:00 was ik maar YouTube video's aan het kijken. Oh, oepsie. Het busje is er al. Moet opschieten. Daar gaan we dan hoor. Doei, penang. Toedels. Yo, ik kon niet filmen, maar ik zit echt gewoon in een comedyfilm. Echt niet normaal. Oké, eerst wat er gebeurde. Een Duitse gast gaat achter me zitten. En begint echt gewoon full on een gesprek. Om 5:00 ochtends. Ik dacht echt, nee, sorry, ik heb niet geslapen. Ik ben zo niet in de mood om zo gewoon social te doen of zo. Weet je wat er gebeurde? Ik krijg echt zo'n walm van vintage zweet. Hij stond dus ook nog eens. En nog steeds. Gelukkig heb ik nu mijn raampje open, dus ik krijg het hier niet zo heel erg. Ik kwam bij het volgende hostel om meer mensen op te halen. En er komt een chick achter ons zitten. Uiteraard American. Dronken. Gewoon nog steeds dronken. Oké. Ik begin te rijden en ik krijg ineens echt zo'n vette brandlucht. Wat is dat? Ik kijk naar voren. De chauffeur zat gewoon, huppakee, sigaretje te roken. Hij had nog net wel gewoon zijn raampje opengezet. Nou, ik had mijn raampje ook nog opengezet. Maar het was echt zo, ja, je kan echt een film maken over dit busje. Hij is volgens mij nog heel grappig om te zien. Het is in ieder geval een interessante reis aan het worden. Ik zei net tegen een chick, sorry, maar ik voel nog steeds gewoon geen mens op dit tijdstip. Ik heb meer slaap nodig. En nu zijn we dus gestopt, 20 minuutjes, bij dit restaurant. Ik denk dat de chauffeur gewoon denkt, hey, ik ga lekker ontbijten. Dat is hij ook aan het doen trouwens. Dus ik ga gewoon lekker in het busje zitten en even wachten tot iedereen klaar is. Ons busje. Oh ja, mijn tas is hier ook dus gepropt. Tussen de stoel van de chauffeur en waar ik zit. Ik heb trouwens wel de beste plek in het busje. Ik ben zo blij. Heel veel beenruimte. Andere mensen zitten helemaal volgepropt en ik kan lekker tegen het raam aanleunen. En we rijden weer. Wil je iets grappigs zien trouwens? Onze chauffeur kan echt maar 3 woordjes Engels. Hij heeft dus blijkbaar praatjes gekregen ook. Oké, gehoord. Dus hij studeert het zeg maar. Prehension, you. Je zit de hele tijd te zeggen, heel enthousiast. En dat dan de hele tijd herhalen. Dat is wel heel cute, want hij doet wel echt zo met. Ja, Maggie. Ringing. Wat heb je zo? Voor ringing. Ja, ik ring het. Voor ringing. Je kan het zo. Ik leef weer enigszins. Het is warm. Geen airco in dit busje. Nou, we zitten op de boter. We gaan het zo vertrekken. Daar gaan we dan hoor. 20 minuutjes moeten duren of zo. Kijk maar. Oké, de eerste mensen worden gedropt. Kijk, het is een soort platform midden in de zee. En staat echt zo van, voor dit resort, drop me here. Perfect. Het water ziet wel. Wauw, kijk nou, je kan hier al gewoon de visjes zien. Holy smackers. Het water is echt gewoon kristalhelder. We zijn er, Long Beach. Het ziet er al echt zo paradijselijk uit. Kijk dit water. Het is insane. We zijn aangekomen. Snel even verblijf zoeken. Ik ben heel benieuwd. Het enige waar ik echt heel bang voor ben is gewoon bedbugs. Voor de rest maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik hoorde dat lemongrass wel goed is, dus ik loop even die kant op. Damn, ik ben al 2 uur aan het zoeken naar accommodatie. Het is gewoon, of ze zitten vol, of het is te duur. En bij één man dacht ik van ja, wat je nu van me vraagt, dat is gewoon veel te veel voor wat je me wil geven. Dus voor mijn gevoel was hij me gewoon aan het oplichten.
Dat is precies wat ik altijd gewoon van tevoren boek. En het internet is gewoon transparant qua prijzen. Heb je het gezeur niet met onderhandelen of zo? Ik kan niet trouwens niet eens onderhandelen. Gewoon, nee. Ik ben maar even bij een restaurant gaan zitten, want ik kon gewoon echt niet meer. Ik heb hier scrambled eggs met allemaal groenten en zo. Ik heb hier nog een mango ice blend en een mixed fruit platter met ananas en mango. I need this in my life. Yo, de hagedissen hier zijn echt heel groot. Dit is echt een groot beest. Waaraan kan je dat zien? Even zien. Ja, ik ga er natuurlijk niet naast staan, maar hij is echt heel groot. Kijk nou. Yo, het is 4:00. Ik heb eindelijk een kamertje gevonden. Wel met de gedeelde badkamer. Maar die zag er wel oké uit. Dus dat vind ik niet zo heel erg. Ik was zo kapot dat toen ik de kamer binnenkwam, ik op bed ben neergestort voor de ventilator. En eigenlijk meteen in slaap ben gevallen. Ondertussen heeft het vet hard geregend. Is het 7:00. En ga ik weer eventjes eten. Ja, ik heb weer zo'n mango ijsblend genomen. Zo lekker dit. En het ziet er ook echt geweldig uit. Daarnaast heb ik gewokte groenten. En een omeletje. Heel lekker. Ik lag helemaal in bed en ik dacht van, oh my god, ik moet de vlog nog afsluiten. Maar ik denk dat je het zo ook wel oké vindt. Ik heb gelukkig gewoon een koplampje op. Ik word helemaal lek gestoken door muggen. Maar het kan me niet schelen. Dit is echt gewoon, geluk is een kat. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond vandaag. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je morgen.